kijken naar een nieuwe video van Paardenklets. Vandaag heb ik een sketch voor jullie. En de sketch houdt in verschillende instructeurs. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Neem het allemaal een beetje met een korreltje zout, want ik heb iets overdrevener gedaan. En als je je instructeur nou herkent, laat het hier beneden weten in de comments. Veel kijkplezier! De docent die ik aan jullie ga laten zien is de altijd strenge. Die persoon die vindt het heel belangrijk dat je goed je best doet en je mag niet opgeven, want anders dan heeft het helemaal geen zin. Per, kom op zeg. Je zit toch op paardrijden om door te gaan? Paardrijden is een sport, ja? Kom op. Niet zo lief allemaal. Hup, de tempo erin. Nee, we gaan galopperen, heb ik gezegd, toch? Een instructeur is altijd bang. Is bang dat de kinderen vallen, is bang dat er ongelukken gebeuren. Maar meestal komt het toch wel goed. Een beetje voorzichtig, hè? Ja, doe alsjeblieft voorzichtig. Niet vallen, hè? Als je het niet durft, moet je het echt niet doen. Dat voelt het paard niet. De volgende docent die doet alles voor. Als je niet snapt hoe een volte moet, of hoe een gebroken lijn of een half gebroken lijn moet, doet hij het altijd voor. Best fijn, maar soms ook best irritant. We gaan vandaag een halve volte rijden. Weet jullie hoe dat moet? Nee? Ik laat hem even zien. Komt hij hoor. Je gaat hier. Mijn been. Deze docent schreeuwt super hard in de bak. Soms omdat de wind heel hard staat, maar eigenlijk schreeuwt de persoon altijd in de bak en dat is super irritant. Hou je handen een beetje recht. Ja, zo ja. Iets meer naar achter. Heel goed. Ja, iets meer dat tempo erin. Jij ook daar. Ja, goed zo. Naar voren. Naar voren. Ja. Deze docent wil altijd springen. Als je morgen een proef hebt, altijd wil die springen. Super irritant. We gaan vandaag even wat afwisseling doen in de lessen. Jongens, ik weet dat er morgen even de restwedstrijden zijn, maar afwisseling is heel belangrijk. Dus we gaan vandaag even springen. Deze instructeur die gaat altijd een bakje koffie halen. En dan duurt het meestal ook geen 5 minuten, maar meestal echt een kwartier voordat die persoon terug is. Super irritant, maar ja. Ik ga heel eventjes koffie halen. Jullie blijven gewoon even lekker stappen. Oké, top. Ik ga even koffie halen hoor. A few moments later. Zo, daar ben ik weer jongens. Hebben jullie een beetje veilig kunnen stappen? Niks gebeurd? Nou, ik was inderdaad na mijn kwartiertjes overdreven. Maar ik sta hier al sinds 9 uur en ik heb het ook koud jongens. Ik moet gewoon wat drinken. De volgende docent is altijd superlui. Wil niet van deze mooie bakrand afkomen. En heeft altijd wel hele andere dingen te doen dan lesgeven. Wat zeg je? Ja, doe maar een volte, man. Weet je niet wat de volte... Ja, dat is zo'n rondje in het midden. Nee, moet ik het echt laten zien? Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik sta hier al 5 uur in die bak, hè. Nee, dat gaan we niet doen. Gewoon een rondje in het midden. De volgende is de hippie. Die is helemaal één met het paard en wil dat iedereen zo lief mogelijk voor zijn paard is. Dat het paard geen pijn heeft. Op zich is niks slechts aan, maar het is soms iets overdreven. Als je wil rijden, moet je je paard leren begrijpen. Dat doe je door één te worden met het paard. Voelen hoe zijn paard zich voelt. Oeps, ze zijn er eentje vergeten. Niet zo slim van ons. Maar de volgende is de precieze. Deze vindt het super belangrijk dat alles helemaal perfect zit. Je beugels moeten precies gelijk zitten. Alles moet helemaal perfect zijn voordat je kan gaan rijden. Zijn je beugels gelijk? Nou, ik denk het niet hoor. Het scheelt wel echt een klein stukje. Nee, dat moet je echt wel even recht maken hoor. Dat heeft echt te maken met je balans. Ik kijk wel even van boven. Ja, zo is het zo beter. Top. De docent is altijd veel te lief. Ze houdt rekening met alles. En ze vindt nooit iets erg als je iets niet wil. Ja, we gaan even een galopje doen. Oh, durf je het niet? Dan hoef je het niet te doen. Nee, dan hoef je het echt niet te doen. Dat moet je zeker niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Willen jullie wel een galopje doen? Oh, willen jullie springen? Dat kunnen we wel even doen, hè jongens? Ja, jullie willen springen? Dan gaan we even lekker springen. Komt goed. Als volgende heb je de kletser. De persoon, de instructeur die altijd kletst. Let nooit op in de les, zeg altijd wacht heel even. Even een gesprek afmaken. Is altijd aan het kletsen. Ja, goed idee. Ja, wacht even hoor, ik ben even in gesprek. Ja? Ja, dat vind ik ook. En ik vind het ook gewoon best wel vervelend dat hij buiten...
krijgen. De volgende docent is... voor leerlingen... Wacht even hoor. Wat denk ik? Als je een paard goed wil begrijpen... Die handen. Als je een paard op die... Je is bang dat er een paard in de buurt komt. Dat is trouwens niet waar. Oké. Nee, ja, beugels zitten niet helemaal gelijk hoor. Dat kan ik echt niet aan. Doe ze even iets langer. Ja, echt iets langer. Wacht even. Ja, zo willen we eigenlijk wel wat meer afwisseling doen hier. Ja. Dit is het einde van de video. Hopelijk vonden jullie het tof. Laat me het zeker even weten door dat duimpje omhoog te smashen. En dan wil ik nog even credits geven aan Senna, want zij heeft mij de hele dag gefilmd. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!